Ik ben eigenlijk zo erg gewerkt dat ik moet stoppen, maar ik weet het niet goed, dus is goed. Nou, welkom allemaal hier bij Batsop. Ik ben Marcel Koenen. Ik heb vandaag een beetje klimmetje, dus ik ga wat uitleggen. Het is wel over technieken, sweepbacking en dat soort dingen. Dus jullie kunnen ook vragen stellen later. Ik zal eerst voor een paar minuten nummers spelen, dat jullie een beetje kunnen zien hoe het was. En daarna een beetje vragen om de zaken te uitleggen. Dus het volgende wat ik ga doen, dat is eentje van de tweede soloplaats. Die heet New Worlds. Thank you.
Dankjewel. Goed, dat was New Race van mijn tweede solo CD. Welkom in ieder geval allemaal hier zo. Dus zoals ik al zei, we zijn wat mensen bijgekomen, dus ik zal even mezelf opnieuw voorstellen. Marcel Koen is zijn naam. Ik speel onder andere in de bands Suncaged, Godscum, Stormrider. Dus sommige mensen zullen me misschien daarvan kennen. Ik speel vandaag eigenlijk op mijn eigen signature lijn van Boel. Ik heb ook mijn Lely versterker bij me. En ja, goed, dat is een beetje wat ik vandaag gebruik in de Moskee de Jacht, waar ik word perfect in. Want ik ga hem alleen zo uithaal. En verder is dat ook een beetje voor vandaag. Dus ik ga in ieder geval nog een nummer doen. Dat staat eigenlijk op het Soul Lane Tribute CD. Ook wat je bracht door Lion Music ergens in 2006 geloof ik, 2007 in de richting. En dat nummer heet Delusion. Thank you.
Wat een loser. Goed, volgende nummer. Dat is wel zelfs top zijn. Oké, volgende nummer wat ik ga doen. Dat is het Nederlandse volkslied, een beetje bewerkt. Ik heb die ooit eens opgenomen voor taakkampioenschappen waar ik in 98 mee heb meegedaan. En deze heet dus Anthem. Ik heb niet aangepast in deze, maar dat is
Oké, stel jij om een klein vraag een rondje te doen. Ik weet niet of er toevallig mensen zijn die vragen hebben voor mij. Dat mag voor deze. Ja. Ja. Goed slapen. Nee, eerlijk gezegd, dat is gewoon een kwestie van inderdaad proberen. Het scheelt dat ik de nummers natuurlijk zelf schrijf, dus dan weet je ook hoe het in elkaar zit. Maar dat is inderdaad, als ik bijvoorbeeld iets uitzoek, hoe ik nou bijvoorbeeld een symphony ga doen, of wat wil ik uitzoeken. En om dat allemaal te onthouden, meestal schrijf ik structuren op, zeg maar, die blaadjes. En dan schrijf ik er ook precies alle maatlengtes en zo bij. En dan leer ik me dat letterlijk in mijn hoofd. Dat is eigenlijk een beetje de manier hoe ik dat allemaal te doen. Eigenlijk wel, ja. Dat is letterlijk veel doen. Oké. Okay. Nou, over prog metal, ik kan natuurlijk wel een beetje een proggy nummer doen. Ja, over een suncase erin zitten, Four Gilders. Ik zal niet wat doen. Thank you.
Nou, dat was dus een rock metal nummertje van Suncase. Nooit op cd verschenen, maar wel op een demo die we vroeger gemaakt hebben, de naam Dominion. En ja, dit was dan een versie die zo'n gitaar zo wel lekker zelf overheen kan spelen. En zo gaat het ook gewoon aan de backing tracks. Die hebben het allemaal zelf een beetje in elkaar gezet. En er staan wel al wat backing gitaren op de tape, maar er zijn meestal tweede stemmen of rhythm gitaren. En dan speel ik gewoon mijn eigen solo zeg maar overheen. Dus dat is een beetje hoe dit werkt. Dus soms kun je wel eens tweestemmigheid horen en dan staat gewoon de andere gitaar die staat gewoon letterlijk op de backing track. Dus als jullie je afvragen waarom jullie soms denken van oh, ik heb de tweede stem gedaan, dan weten jullie dat we deze. Voor de tweestemmigheid, nog een ander nummer, dat heb ik een keer gemaakt, ook voor mijn eerste solo cd. Dat is ook een beetje een snelle, dus dat heet Race Against Time. Dus dan gaan we deze even doen.
tweestemmigheid, hè? Dus daar. Ik zal vandaag ook wat dingen gaan uitleggen over bijvoorbeeld technieken die ik gebruik. In een techniek die veel gebruik, onder andere net nummer, dat is sweep picking. Wie weet wat het, hebben mensen wel van sweep picking gehoord hiervan? Of mensen wel wat het is, weet je? Nou, sweep picking wat betekent eigenlijk, normaal gesproken dat je aanslaat op die plectrum. Dan kun je dus alternate picking doen, dat betekent dat je dus op en neer gaat op de plectrum. Dus beneden naar boven, beneden naar boven. Bij sweep picking is het zo dat je dus meerdere noten in één keer in één richting aanslaat. En dat doe je dan bijvoorbeeld als je een arpeggio hebt, dus een arpeggio is een groot akkoord, dus bijvoorbeeld gewoon de D-akkoord die je pakt, die kun je dus ook bijvoorbeeld hier hoog spelen. En dan speel je dus die noten in één aanslag zo. En meestal gaat dat dan gepaard met een extra hammer-on pull-off, en dat is in dit geval een wat hoge A. En dat is eigenlijk wat sweep picking inhoudt, dus je doet eigenlijk meerdere noten in één keer aanslaan. Dat kun je zowel naar beneden als naar boven doen. Dus om je voorbeeld te geven, is gewoon een A-minor akkoord. Die kun je onderaan. Zo op en neer spelen. En meestal begin ik dan zeg maar met één aanslag gewoon naar de hammer-on, dus dit. En daarna zit een sweep. En dan doe ik een up. Pull off. En dan weer een sweep. Nou, bij sweep picking zijn er twee zaken heel belangrijk. Dus het eerste is het tempo heel belangrijk. Dat je moet zorgen dat alle bijgeluiden en dergelijke dat die dus weg zijn. Ja, want als je dat niet doet, dan krijg je zoiets als dit. En dan gaat het zo klinken. Dan heb je een hoop noise. En dat wil je dus voorkomen. Dus je moet zorgen dat je met je rechterhand en ook met je linkerhand, dus met je wijsvinger uit voornamelijk, dus heel veel wegbrengt. Ik heb hier bijvoorbeeld de top van mijn wijsvinger, dat ik altijd tegen de volgende snaar aan staan. Dus ik zorg altijd dat dat weg is, zeg maar, dat ik een beetje meer geluid kunnen komen. En alles wat ik niet kan tellen met links, doe ik dus met rechts, dus dat doe ik met mijn palm. Dus als ik bijvoorbeeld hier speel, dan is hier dit, en dan heb ik dus met mijn palm. Ja, ik kan toevallig nu even die ping bijvoorbeeld opleggen. Dus agenten, dat zijn heel belangrijke zaken als je dus clean en netjes wil spelen. Dus als je wil zorgen dat je geen bijgeluid hebt. Zijn er bijvoorbeeld vragen over sweep picking of over die agenten? Kwesties? Ik heb ook een vraag. Dus je tapt, gebruik je heel vaak eigenlijk. Ja, ook ja. Ja, nou. Ik vind het handig om met een rugvinger te tappen. En dat heeft voor twee redenen. Ten eerste kan ik het plekje blijven vasthouden. Dus omdat ik het door elkaar ook aansla en tapping doe ik gebruik. Plus, ik vind het ook het logische, want er is gewoon een langste vinger. Dus die komt ook het makkelijkste overal bij. Dus het heeft voor mij eigenlijk twee logica's. Dus met name dat ik gewoon makkelijk dat erbij kan doen. Dus daar een aanslag. Zodat ik niet ineens zo kan spelen. Ik gebruik soms ook met één vinger erbij, dus ik gebruik ook soms double taps. Dus als, en dan doe ik dus zo'n extra hammer on pull-off met mijn ringvinger. En dat soort dingen die ik ook al vaker doen, maar meestal zijn het inderdaad die twee die ik gebruik. Dus gewoon een simpele reden dat ik dat toch wel blijven vasthouden. Sorry? Dit zijn gewoon 09-42. En de actie ja, is eigenlijk, ja, het valt wel mee, zeg maar. Oh, maakt niet uit. Ja. Dat is een goed idee. Het is meer hoe je eigenlijk erop staat, is belangrijk. Ik sta altijd een beetje schuin. Dus nooit rechts, altijd een beetje schuin. En als je gaat schuilen, dan zorg je voor altijd een beetje raar. En je moet dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus eigenlijk met je linkerhand, dan sta je eigenlijk ook een beetje schuin in het vakje. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde filosofie. Dus hier. Op dezelfde manier. En eigenlijk kun je met de tap alles doen wat je op met links doet. Dus bijvoorbeeld slides maken of benden, al dat soort zaken. En dan werk je dus op de linkerhand mee. Dus dat is bijvoorbeeld weer zoiets. En dat de
handbrek dan gewoon mee. En dan heb ik daar eigenlijk hetzelfde voor dat in doen. Dus dat ik ook een beetje die toon. Ja, er zit een noise gate op en die drukt af en toe, omdat het volume niet hoog was staan, drukt die de toon een beetje weg. Ja, dus dat kan zijn dat je dat hoort, die af en toe een beetje weg wil. Dus, maar goed, ik speel over de blokjes dus vandaag. Dus toch wel redelijk snel, omdat ik gewoon wil dat het stil is. Dus als ik dit doe, dat het gewoon daarna echt stil is. Dat is eigenlijk, ik heb hier redelijk straks aan gehad. Voor die reden. Ja. Op dit moment gewoon van de Bosch GTA. Ja. Gewoon heel simpel wat daar wel in zit. Gewoon zwaar in dezelfde voor. De toon een beetje. Ik zal nog een nummer doen, ik zal een rustige doen. Deze die staat op mijn eerste solo plaats. En is toevallig de meest bekeken clip op YouTube ook zo'n beetje van mij. Het nummer dat heet Moira. Yeah.
maar precies gewoon een glas water. En dat is niet zo heel erg grappig, want dat ik jij rechtsaf heb ik water nodig. Oké, dat was Moira. Die is trouwens ook een instructievideo van gemaakt van dit nummer. Dus als mensen zeggen van, dat vind ik wel cool, die wil ik wel leren op gitaar. Die kun je op mijn website, masterkunnen.com, kun je die gewoon bestellen. En die kun je gewoon via PayPal of via IDO, whatever, kun je gewoon overmaken. En dan krijg je vanzelf krijg je dus een link waar je dus het ISO kunt downloaden. En dan kun je vanzelf bekijken op je smart TV of whatever. Dus, het nummer is beschikbaar, het is 1,5 uur durende video waar ik eigenlijk elke week van het nummer compleet in slow motion uitleg. Dus dat is misschien wel handig voor mensen die denken van, nou, dat is wel leuk, dus bij deze. Oké, ik heb ook nog wel nog een nummer dat heet Fusion. En daar staat op mijn eerste solo cd, die is ook een beetje shreddy, maar ook een beetje funky. En er komt hier geen betere titel van zijn, dus ik heb wel gewoon Fusion genoemd. Dus bij deze. Ik hou eigenlijk van modes, dus ik schrijf heel veel in modes. Dus modes is eigenlijk gewoon, ik noem het op kerktoon.
En dat is eigenlijk niks anders dan dat je gewoon in Maas heel bijvoorbeeld hebt, die zeven actoren in zitten. En als je een andere actoren pakt, dan krijg je een andere klank, zeg maar, aan hetzelfde ballen. En dan heb je dus klanken als lyrisch, niet zo lyrisch, gebruik ik veel. Dat vind ik echt mooi. Ik gebruik ook wel eens vaker een beetje waffeladders als hele toons. Dat vind ik wel gaaf, hele toons en hele tonen. Dat soort een beetje ziekelijke klanken bijna. Dat vind ik wel gaaf, niet meer harmonisch, maar dan ook vaker van die... En een beetje Spaans oosters aandoen. Ik gebruik hem ook vaak als ritmisch dominant, dus dat je eigenlijk de M-tonen bij andere noten hebt, dus dat is ook belangrijk gaaf. Ja, eigenlijk is een beetje, het hangt van het scheel van het nummer af eigenlijk. Dus gewoon net het nummer gebruik ik, dat zijn gewoon mineur, dus de mineur maakt niet te veel passing tonen in, dus gebruik ik vaak chromatische dingen tussen, dus dat kan wel dat een beetje anders is. Oké, dan zal ik gewoon nog een nummer doen. Ja. Dit is een koppel van Joey Tafola. Die heb ik tijdens het leven opgenomen. Joey Tafola is een jaren 80 gitaarsmiddel. Die had Schapnel had die een paar platen uit. En toevallig had ik hem laatst gezien op YouTube. En Joey zelf had ook gereageerd op dat ik hier wel tof vond. Zo, dus ik heb er weer eigen leer om. En dit is dus de Sixteen. Super leuk! Thank you.
Ja, dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Als er nog vragen zijn, dan mogen jullie tussendoor wel even aan toe komen. Ik ga niet aan voorlezen. Dus, bedankt. En dan ligt er de volgende keer.